Het filmpje gaat over het regressieprobleem zoals we dat zien bij Rousseau en bij Frankfurt en over het regressieprobleem in het algemeen. Het sluit daarmee aan met de volgende eindtermen. Eindterm 43, de kandidaten kunnen uitleggen dat het authenticiteitsideaal van Taylor tot een regressieprobleem leidt. En eindterm 44, de kandidaten kunnen de benadering van het regressieprobleem door Rousseau en Frankfurt, en in de eindterm staat hier Taylor, maar die wordt in een later filmpje behandeld, vergelijken. Allereerst gaan we toch even kijken naar Taylor, omdat we vanuit eindterm 43 willen begrijpen wat een regressieprobleem is aan de hand van het werk van Taylor. Nou, bedenk je even dat als je authentiek zou willen zijn bij Taylor, dat je dan moet zeggen: Ja, wat zijn eigenlijk mijn sterke evaluaties? En als we dat willen doen, dan moeten we eigenlijk nadenken over wat we waardevoller vinden. We moeten ergens waarde aan hechten. En stel nu omdat je dan in een moeilijke keuzesituatie komt... zoals de keuzesituatie die door Sartre wordt aangegeven... waarbij je moet kiezen in de Tweede Wereldoorlog... om bij je zieke moeder te blijven of het verzet in te gaan... dan moet je niet alleen afvragen wat van waarde is... maar je moet je ook afvragen wat waardevoller is. Zo zegt Taylor althans. Want je moet een keuze maken. Je moet één tegenover het andere afwegen. Dan stel nu dat je je in zo'n situatie bevindt. Stel, ik vind het waardevoller om het verzet in te gaan. Nou ja... Um als ik wil dan dat mijn keuze om het verzet in te gaan authentiek is, dan moet de keuze voorkomen uit wat ik het waardevolst vind. Waarom het waardevolst? Nou ja, omdat je als je een authentieke keuze wil maken, een keuze wil maken die aansluit bij wat je ten diepste bent. Dus het gaat hier niet zomaar om iets dat waardevol voor jou is, maar het gaat hier eigenlijk om het waardevolste. hetgeen wat je echt het allermeest van waarde vindt. Want dat is dan ook wat je ten diepste bent, zo zou Taylor zeggen. Met andere woorden, om te ontdekken wat ik het waardevolst vind, moet ik ook vragen waarom ik het waardevol vind om het waardevoller te vinden, om het verzet in te gaan, enzovoort, enzovoort. Totdat je eigenlijk bij het punt uitkomt waarbij je zegt: Maar dit vind ik het allerwaardevolst. Het roept de vraag op: Is er niet in dit geval sprake van een zogenaamde oneindige regressie? Kunnen we niet oneindig ver teruggaan en vragen waarom iets waardevol is? Met andere woorden, komen we ooit wel uit bij het punt waarbij we zeggen, en dit is het waardevolst? Nou, dat is het regressieprobleem. Het probleem dat we bij het vaststellen van wat het waardevolst is, nooit op mogen houden met vragen waarom iets waardevol is. Dus we willen wel proberen vast te stellen wat het waardevolst is, maar uiteindelijk komen we daar niet uit, want we kunnen de hele tijd ons afvragen, ja maar waarom is dit dan waardevol? En waarom is het waardevol dat dit waardevol is? En waarom is het waardevol dat het, wa is dat het waardevol is dat het waardevol is? Dat is het regressieprobleem. Nou, als we het regressieprobleem op willen lossen, dan willen we eigenlijk een soort reden hebben om op te mogen houden. We willen met andere woorden op een punt uitkomen waarbij we zeggen, ja, nu gaan we die vraag niet langer stellen. Of nu is het niet langer terecht om die vraag te stellen. Van waarom is dit dan waardevol? Nou, Rousseau die zegt, iets is het waardevolst. Als het past bij de menselijke natuur. Dus als het past bij Amour de Soi en als het past bij Piché. Maar waarom mogen we op dat moment ophouden met vragen? Als we vast hebben gesteld dat het past bij de menselijke natuur. Of met andere woorden, waarom is die menselijke natuur nou hetgene dat bepaalt wat het waardevolste is? Nou, zou Rousseau zeggen: die menselijke natuur die valt niet te kiezen. Iedereen heeft die menselijke natuur. En we kunnen daar niet vanaf. Dus je kunt je wel afvragen, ja, waarom is dat waardevol? Maar het is eigenlijk een zinloze vraag. Dat is gewoon zo. Zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. Wij zitten nu eenmaal zo in elkaar, dat die Amour de Soir, dat die Pitché, het waardevolste zijn vond. Nou, Rousseau doet dus een beroep op de menselijke natuur. En heel veel filosofen zijn daar vrij kritisch over. Heel veel filosofen zijn vrij kritisch over iets dat alle mensen... Uh, gemeen hebben op grond waarvan je zou kunnen zeggen en dit is het waardevolste in ons leven. Allereerst zeggen heel veel filosofen, in dat opzicht, het opzicht waarin je kunt zeggen, dit is het waardevolste, is er eigenlijk geen menselijke natuur. Er is bijvoorbeeld geen menselijke natuur die bepaalt of ik verzetsheld moet worden of bij mijn moeder moet blijven. En voor zover er wel een menselijke natuur is, bestaat die hooguit uit een aantal gedeelde behoeften, zoals een behoefte aan eten, behoefte aan onderdak. Ja, dat helpt niet bij de echt lastige beslissingen waarvoor je juist vaak de vraag zit te stellen, maar wat is nu echt het waardevolst voor mij? En tenslotte zijn heel veel filosofen kritisch over de menselijke natuur, omdat ze zeggen de menselijke natuur leidt tot allerlei problemen. Uit naam van de menselijke natuur is veel slechts gebeurd, zoals het totalitair marxisme. En je herinnert je misschien wel dat marxisten eigenlijk zeggen, ja, wacht eens even, wij weten wat echt de verlangens zijn die je hebt. En op grond daarvan hebben zij heel veel mensen onderworpen aan een systeem waarin ze blijkbaar uh, nou ja, wat met die verlangen zouden kunnen. Waarin blijkbaar aan die verlangens zou worden voldaan. Maar in de praktijk paste dat, pakte dat heel slecht uit. En vandaar dat een beroep op de menselijke natuur door veel filosofen niet als goed wordt ervaren. Harry Frankfurt biedt dan ook een alternatieve opvatting over wanneer je komt bij het punt. Dat je zegt, en dit is het waardevolste. Een alternatieve opvatting over hoe je het regressieprobleem zou kunnen doen laten ophouden. Want Frankfurt zegt: iets is het waardevolst als we ervan houden. Nou, waarom mogen we daar ophouden? Nou, we mogen daar eigenlijk ophouden omdat we niet kunnen kiezen waarvan we houden. Dus het is zinloos om de vraag te stellen: ja, maar is dit wel echt het waardevolste? Nee, dit is gewoon waarvan we houden. Wat bedoelt Frankfurt dan met liefde of houden van? Nou, liefde is voor hem een gevoel dat geen verdere rechtvaardiging behoeft. Hij beeldt ermee dus niet iets romantisch of iets zoetsappigs... maar gewoon eigenlijk dat je iets heel erg waardevol vindt. Dat je iets heel erg belangrijk vindt. Nou, Frankfurt kiest daar bewust voor. Voor liefde als het punt waarop we op mogen houden... met vragen waarom iets waardevol is. Omdat wat we lief hebben heel sterk bepaalt wie we, wie we zijn. Wat we lief hebben maakt heel veel uit voor onze identiteit, met andere woorden. En leven volgens wat we lief hebben... Is dus aan de ene kant het waardevolst, leven volgens wat het meeste waarde heeft, als ook het meest authentiek. Want het past het meest bij wie wij zijn als we doen wat we liefhebben. En Frankfurt zegt dat wat we liefhebben eigenlijk iets is dat we gewoon kunnen ontdekken. Niet dat dat per se altijd makkelijk is, maar we ontdekken het eigenlijk door over onszelf na te denken. En hij zegt: ja, We zijn gewoon een soort persoon dat van Kavia's of van Kis of van kinderen houdt. Nou ja, dat is nu helemaal zo. Dat kunnen we onszelf ontdekken. En als we dat ontdekt hebben, dan weten we wat het waardevolst voor ons is. En dan hoeven we dus niet verder te vragen. Ja, maar waarom is dat dan waardevol?